We zijn vandaag hier bij Hans Wouters, die met, samen met twee andere heren de voorbereidingen doen voor het nieuwe Folkorenfestival. Hans, brand los. Brand los. Ja, we doen dit in principe voor de derde keer. Vorig jaar was een heel leuk festival, hadden heel goed weer. Maar het bezoekersaantal was net wat te weinig. En we hopen dat het dit jaar beter wordt, zodat we er echt ruim uit kunnen springen. Dit is ook net iets anders als de normale dingen die in het dorp gebeuren. Dus we hebben een ander soort muziek als de meeste mensen kennen. En na vorig jaar waren er wel verschillende Hogemeerse mensen. En die hebben al gezegd, we brengen het volgend jaar brengen we onze vrienden mee, want het was zo gezellig. David, vertel eens even precies wie er allemaal komen. Je hebt een flyer bij je, dus laat horen. Het is allemaal in de hoek van de volksmuziek, volkdingen. Maar wel heel verschillende stijlen nog. Van bijvoorbeeld Robert ten Hartig, die speelt meer country- en bluesachtige muziek. De Pirates, oude piratenliederen. En echt als een stel oude piraten staan ze daarop. Of niet oude in de zin van dat oude mannen zijn, maar ouderwetse piraten. Ze hebben nog net geen haken en houten poot en zo. Maar zo komt er van alles. Er komt typisch Ierse muziek van Tobermore. Waar wel muzikanten hier uit de regio zijn, maar die zich verdiept hebben in Ierse muziek. Datura is typisch middeleeuwse muziek. Zo komt er van alles langs. En bij welke groep speel jij? Ik kom met de Verenigde Volksmuzikanten op zondagavond. Zie maar. 100 kronen, zie daar gezellen van Roosendaal. Verteerd met vrouwke schone. Ja, en is er ook, ik ben zo'n Bourgondier, hè? Is er ook eten bij of anderszins iets voor kinderen? Zaterdag is er nog niets voor kinderen, omdat dat alleen 's avonds is. Zondag wel. We hebben voor het natje en het droogje wordt natuurlijk gezorgd. Moet eens kijken, pompoensoep. Ziet er wel goed uit, hè? Hey, top, ziet er wel goed uit, die champignon, hè? Ja, daar komt nog een beetje strooikaas over en vervolgens gaan ze een paar minuutjes in de oven. Alle sterren en de maan zagen we daar passeren. Moest de wereld zijn vergaan, het had me niet kunnen leren. Wotje, daar komen van allerlei muzikanten, maar ik heb ook begrepen dat er een open podium is. Wat wil dat zeggen? Klopt, iedereen kan zich zeg maar, in principe aanmelden voor een open podium, wat het dan ook is. We hebben daar een tent met een beperkte zeg maar, geluidsinstallatie erbij. Dus mensen wie zin heeft en zichzelf wil laten zien en horen op het festival, wees welkom. Lieve mensen uit de Kempen, kom 26 en 27 september naar Hogemeerde. Jullie hebben net gehoord wat een geweldig festival het gaat worden. Dus wees van harte welkom en ik zie jullie graag allemaal op 26 en 27 september. Ze gaan naar een kroon voor verder te reizen. Ik was content met mijn loon en dat kunnen.